En waar we nu staan, hier, waar we nu in kijken, zou je een plek zien waar het gewoon gevaarlijk is op dit moment. Dan kan je geen kinderen meer laten spelen. Ja, meneer geeft wel duidelijk aan waar het hier aan schort. Het is een trottoir waar geen overgang meer is, omdat de bomen te breed zijn. Het gebied is in eigendom van de flatbewoners en die doen daar niets aan. Nou, hier hebben we een zeer gevaarlijke situatie. De bomen die dof verrot zijn en dus dreigen om te vallen. Je zal hier als voetganger, als kind maar spelen. Toevallig ben ik hier naartoe en dat is echt waar, ben ik wethouder Leven tegengekomen. En dan heb ik gezegd van ik ga naar de Schildersbuurt, dan zijn mensen die hebben wat klachten. En de eerste wat hij dan zegt, ja, als dat gereden klachten zijn, laat die mensen naar mij toe komen, want dan ga ik er wat aan doen. De voorman van Groen, van de gemeente, besproken en bekeken. En die probeert nu contact te leggen, maar of er een vereniging van eigenaars is, weten we niet. Tenminste, ik weet dat niet. En die is nu bezig om te kijken of hij contact legt met mogelijke mensen die hier wat aan kunnen doen. Een schouw te doen, maar net hetzelfde als wij nu doen. Dat horen de gemeente natuurlijk zelf ook te doen.